positionering en een stuk visueel. En daar kan het soms fout lopen, zo komt het tonen dat technisch. Soms vindt hij dat blokje, als er wat schaduw is of het licht verandert, vindt hij dat niet. Maar meestal, hij zal het wel meestal vinden, maar hij kijkt nu rond, waar dat er een blokje ligt. Dit was soms lang. Soms vindt hij het niet, maar... Nu gaat hij zich positioneren om het op te pikken. Dus ik kijk nog een keer naar hoe hoog dat het staat. Voilà. En dan, normaal gezien, als alles goed is, weet hij waar het containerpark is. Dat is dat recyclecentrum. En zet hij het daar terug. En nu is hij puur op positionering terug. Anders zet hij opletten dat hij een bus niet omver rijdt. Dus dat is in feite het scenario dat je dus in feite vanuit een sensorverhaal terug volledig in IoT-cloud een terugkoppeling kunt doen naar een ander device in feite, een sensor in feite, want dat is een wandelende sensor in feite als je wilt, waar wat AI achter zit, die je kunt programmeren. Dus we hebben die geprogrammeerd vanuit de gateway.